We nemen deel aan de landelijke Open Dag voor Zorg en Welzijn. Dat is elk jaar de dag waarop je zorginstellingen in Nederland hun deuren openen voor iedereen die een kijkje wil nemen in een zorginstelling. En wij doen daar heel graag aan mee, zodat we iedereen kunnen laten zien wat voor mooie beroepen er ook in het ziekenhuis plaatsvinden. We doen dat door al ons personeel uit te nodigen om met een stand plaats te nemen ergens in een van onze locaties in Breda en Oosterhout. En daar presenteren zij zichzelf en kunnen patiënten en bezoekers, iedereen die dat wil, kan langskomen voor informatie, maar ook voor testjes. Nou, het aanbod is heel divers. Op al onze locaties is voor jong en oud heel veel te doen. Hier in Breda op de Molengracht hebben we een live reddingsoperatie. Een samenwerking tussen onze spoedeisende hulp en de ambulancedienst. Maar je is hier ook een poppendokter. Je kunt je arm in het gips zetten. Je kunt hechten. Je kunt je glucose laten meten. Allemaal van dat soort dingen. We hopen gewoon op heel veel mensen te kunnen rekenen, want het is een ontzettend leuk programma. We hebben nu zo'n 2500 mensen binnen op al onze locaties samen.